Verhuizen op Schagen. Echt alles voor jouw verhuizing. Overal in de regio kan op natuurijsbanen worden geschaatst. Ook bij de Magnusrijders in Schagen. De baan aan de Snevert in Schagen ging donderdagmiddag open voor donateurs van de vereniging. Ja, het lange wachten is ruim beloond, Ed. Het is een prachtige dag. We hebben een hele mooie baan. We hebben goede vrijwilligers en heel veel enthousiaste schaatsers. En wat opvalt vandaag is dat de mensen zich ook goed aan de afspraken houden. Ze hebben een tijdslot van 1,5 uur en iedereen gaat na een tijdje gewoon weer naar huis toe. Je ziet dus een stroom mensen komen en een stroom mensen gaan. Dat is eigenlijk precies wat we wilden. Want hoe lastig is die puzzel nog geweest om alles coronaproof te organiseren? Ja, heel lastig, want kijk, iedereen moest er dus aanmelden, donateurs. Mensen moesten ook acuut donateur worden. We hebben dus heel veel donateurs erbij gekregen de laatste weken. Maar alles is al geregistreerd. Hè. We weten dus van iedereen die hier geweest is wie het is en waar ze wonen. En dat was gewoon belangrijk. We hebben alles genoteerd en ik ben echt verbaasd over de discipline bij de mensen. Hoe is het ijs? Nou, het ijs is, die buitenbaan is gewoon goed. Die wordt gewoon eigenlijk met het uur beter. Binnenbaan is nog een beetje rabbig, maar zal de komende dagen ook wel beter worden. Ja, en onze ijsmeesters die gaan vanavond weer aan de slag met een nieuw laagje aanbrengen, waardoor het ijs uiteindelijk nog beter wordt. Ja, weer even terug naar corona. Dat beheerst al een jaar het leven. Is er nog een moment geweest dat jullie dachten van nou, het is niet verantwoord om over te gaan? We hebben wel gedacht, als de regels nou zo streng worden en zo moeilijk na te leven, dan moet het gewoon niet doen. Maar ja, binnen de normen die gesteld worden door de gemeente kunnen we gewoon wat bieden. Nou, dat is wat je nu eigenlijk ziet. En het is soms misschien een beetje te veel ophoping daar bij de keet. Maar op de baan gaat het verder prima. Daar is die afstand ook heel goed te doen uiteindelijk. Het lastige is dat jullie de keet niet open mogen doen. Ook niet voor koek en zopie. Nee. We hebben wel wat dingen buiten staan, hè? Dus to go. Een heel beperkt assortiment, een paar dingetjes maar, kunnen mensen pakken. Maar dan mag in principe niemand naar binnen, Ed. Ja, ook eigenlijk niet naar het toilet toe. Alleen in noodgevallen, dan, als het echt helemaal oploopt, dan mag iemand even naar binnen. Maar die keet blijft gewoon leeg. Tot wanneer verwachten jullie dat er geschaatst kan worden hier? Ja, ik verwacht zelf, als ik de voorspellingen zie, tot maandag. Ja, als het dan niet meer vriest, heb je altijd nog wel een dag respijt. Dat je er toch het ijs op kunt. Maar ja, helaas gaat het daarna toch wel overdag 4, 5 graden worden. Ja, dan wordt het wel een probleem. Dus we moeten echt profiteren van deze mooie dagen. Vrijdag, zaterdag, zondag. En dan een uitlopertje naar maandag, dinsdag misschien. Ik denk dat het dan wel gedaan is. En met dit weer, stralend blauwe lucht, lijkt wel wintersport, hè? Ja, dit is echt uniek natuurlijk, hè? En van het weekend zijn we natuurlijk om 10 uur al open, 's ochtends, hè? We zijn nu om 3 uur begonnen. Maar in het weekend zijn we om 10 uur al open en dat wordt grandioos. Kunnen jullie genoeg vrijwilligers vinden om alles te bemensen al die dagen? Nou, we hebben een hele mooie groep vrijwilligers, Ed, maar we kunnen nog steeds echt wel mensen gebruiken. Het vergt toch heel veel werk. Straks ook weer het ijs goed maken, de sneeuw weghalen en de verkoop van dingen. Dus voor iedereen die een handje wil bijsteken, is van harte welkom. Al is het maar een paar uurtjes per dag, super. Even melden maar hier op de ijsbaan of kijken op demachtigersrijders.nl. Precies, melden hier gewoon bij de bestuursleden of via de site kan ook heel goed. En die bestuursleiders zijn herkenbaar aan een mooi geel vestje. Ja, nee, precies. Die gele hesjes, daar zijn we aan te herkennen en op aan te spreken. En wanneer je iets wil betekenen voor de Magnusrijders, nou, graag. Veel plezier. Dankjewel, Ed. Dankjewel.